I'm your pretty lady, and I'm a coy. The city, baby, woman, come on, do I see? Als je echt authentiek wil overkomen, moet je al een stukje van jezelf ook erin hebben. Dus ik dacht, het was gewoon de ultimate mix, weet je? R&B en een beetje de Ghanese roots erin. Hey, what are you waiting for? Nou, mijn set was Otolege. Dat is een van de eerste liedjes dat ik ooit heb gedropt, zeg maar. Om een beetje te zien hoe mensen erop zouden reageren. Dat is altijd positief. Liedjes helemaal een tune in de Ghanese en dat vinden mensen toch altijd bijzonder, vooral als je van Nederland komt, weet je, en je zingt helemaal het Ghanese van, oh, wie is dat nou, weet je? Ik denk vooral in deze tijd, waar heel veel mensen bewust aan het worden zijn van hun achtergrond, denk ik dat het echt een mooie tijd is voor mij als zwarte vrouw muziek te maken. Omdat steeds meer mensen willen ook in touch zijn met hun roots, weet je. Vroeger was er echt een tijd dat in touch zijn met je roots was gewoon niet echt cool of zo. Ik denk dat als je iets akoestisch doet, dan krijg je veel meer de persoonlijke vibe, weet je. Het is super muzikaal en mensen horen je stem beter dan met een backing track. Dus ik heb ook het gevoel dat toen ik met de gitaar ging zingen, dat de mensen iets meer betrokken waren. Alsof het iets persoonlijker werd en heel intiem en zo. Ja, ik noem het geen toeval meer, weet je. Het is echt een blessing. Want ik heb Azië mogen toeren, like Indonesië en Thailand, Ibiza. Ik heb allemaal gekke landen gezien. En dat allemaal nadat ik besloot om serieus te gaan zingen. Ik één stap en the rest of your world can just change. Je wordt gewoon geïnspireerd door het dagelijks leven. We all go through stuff, happy, sad, everything. En ik denk dat dat soort gemeenschappelijke kenmerken brengt mensen allemaal bij elkaar, weet je. Music connects, omdat we het allemaal voelen. Dan kan je al die verschillen vergeten. Dan kom je samen voor één ding en that's that feeling. In the world, I mean, are you cold or not?